Dan moeten ze op de fiets, in een groot derrière, een helm op, een berg tatoeages, op de fiets naar het clubhuis. Dat is geen vertoning. Je moet de motorband, als je wil aantonen dat die ontbonden moet worden, dan moet het doel moet crimineel zijn. En als je verbod wil, dan moeten de gedragingen van de club crimineel zijn. Nou, dat lukt nooit, want niet de hele club is te typeren als crimineel. Dus er zijn steeds individuele leden die in de bak belanden voor hele zware misdrijven. Nou, als je die club nou een klap wil geven, dan moet je de leden die voor gewone zware misdrijven de basis inkomen, moet je ook een ontzegging van de rijbevoegdheid geven. Want dan zijn ze krachteloos voor de club. Ik ben hem al 8 jaar kwijt geweest, maar dan steeds met de motorclub. Flauwkeulapparaat. Ik vond een leuke partij, maar vanaf vandaag niet meer. Nee, ik ken niks mee. Dan moeten ze op de fiets, in een groot derrière, een helm op, een berg tatoeages, op de fiets naar het clubhuis. Dat is geen vertoning. Dus als je die mensen 5 jaar rijontzegging geeft, dan zijn ze ongeschikt voor de motorclub. En dan haal je de angel uit het gevaar van de club zelf. En mag die club rustig blijven bestaan. Henk refereerde er al even aan. Hij is zelfs de rijbewijs kwijt geweest. Heeft dat wat gedaan met zijn status? Nee, het was nog steeds elke keer aanwezig. Dus dat verandert echt niks aan de status. En eigenlijk is het een beetje een bullshit verhaal. Jouw rijbewijs heeft geen betrekking met je criminele activiteiten, zoals hij dat noemt. En hij wil dat nou gaan linken. Ja. Wat is het volgende wat je gaat linken dan? Volgende keer krijg je geen bibliotheekpasje meer. In mijn praktijk heb ik nog nooit meegemaakt dat een motorlid met gezag geen motor had. Aannemen dat hij dus ook een rijbewijs heeft. Ja, maar dat schijnt dus nou juist net niet het geval te zijn. Nou, dan rijden ze rond zonder rijbewijs. Dat is ook zo. Nou, pak ze dan. Geef ze ontzegging. Ik wist niet dat het ook zo simpel kon. Dank je. Dus zonder motor kan je wel nog steeds bij No Surrender zitten. Dat is een tijdelijke maatregel is altijd. Kijk, als je dan de rijbewijs afpakken, ja. Blijf nog steeds lid hoor. Ja. Nee, gaat niks veranderen. Ik zie normaal geen verbod op motorclubs of op andere clubs. Dus het is gewoon een grondrecht van de burger, meer niet. Dus ja. Ik wens ze veel succes en we zien ernaar uit.